En dan is het nu, en dat verheugt me heel erg, weer tijd voor de Media Insight Boekenclub. Ja. Nou, we zitten aan een tafel met allemaal hele leesgrage mensen. Ja, dat is ontzettend leuk. Marcel, gaat Olaf de boeken Koens uitdelen. Je zag hem al bij BNR hè, deze week, Olaf Koens. Ja, Olaf Koens maakt altijd veel dingen bij jou los, hè, Marcel? Ja, heel veel. Misschien zijn het verkeerde dingen. Ik vind het gekleurde oorlogsverslaggeving. Ik krijg bij hem altijd het idee van... Oh, wat heb je toch veel meegemaakt. Dat wil je toch graag in beeld zijn. En het is altijd ook die particuliere voorbeelden in die oorlogsverslaggeving. Nou, hij zat bij BNR en het begint er al mee dat de koptelefoon scheef zit. Hij trekt meteen van leer. Ja, ik ben daardoor gefascineerd. Even een stukje kijken. We hebben heel veel mensen in de Russen. Oekraïners zijn natuurlijk een heel bijzonder volk, hè? Dat heb ik altijd wel een beetje onderschat. Maar ze zijn heel creatief, heel slim. Ook de manier waarop ze deze oorlog vechten, het is een soort volksoorlog geworden. Het is doodnormaal. Als wij drie Oekraïners waren geweest, hadden we ook kunnen zeggen... de man rechts van mij heeft een hoop ervaring, een goede strateeg. Jij bent nogal een durfval. Met z'n drieën kunnen wij prima een eenheidje vormen. Ja, nou ja, daar geloof ik helemaal niks van dat dat een goede eenheid is ook. Met Wilfred Gené en Bernhard Hammelburg. Ik zou het wel graag zien aan het front op de een of andere manier. Ja, ik heb... Wat gaan we lezen, Marcel? Nou, we gaan lezen uit het boek Alle Oekraïners die ik ken. En we bladeren met z'n allen naar bladzijde 29. En Bas, lees je even mee. Het begint onder de stippeltjes. Bas, die passage gaan we lezen. En daarin leren we eigenlijk wel een beetje de werkwijze van Olaf Koens kennen. Bevriend raken met heel veel Oekraïners. Dat is de tactiek. Bij de Lufthansa Bali verzamelden zich meer en meer Oekraïners. Ik boek de laatste tickets via Frankfurt naar Krakau. In het vliegtuig stuur ik in paniek berichten aan alle Oekraïners die ik ken. Ik zoek in mijn telefoon op plus 380 de landcode voor Oekraïne en ga de lijst af. Ik app Anastasia, schrijf twee verschillende kennissen die allebei Andrie heten. Stuur een Facebookbericht naar Anna, Alexandra. Ik stuur appjes naar David, Dimitri, Krisha, Igor, Jeka, Jelena, Margarita, Maria, twee Marina's, Mark, Michaelo, Natalia, Oleg, Oleksij, Pavel, Roman, Ruslan, Semyon, Serhii, Sevatjev, Vadim, Vasily, Veronica en Volodymyr. Wanneer ik de laatste Oekraïner in mijn telefoonlijst een bericht heb gestuurd, Zenja, een DJ, zakt de paniek weg. Bij de landing in Frankfurt zet ik de telefoon aan en de berichten worden één voor één verstuurd. Ik mis de aansluiting met Krakau en val met mijn kleren aan in slaap op het bed van een luchthavenhotel. Ja, ja, dat is Olaf. Prachtig. Ja. Maar het is een boek. Het is een boek, ja. Wat wou je zeggen, Bas? Ja, het is een persoonlijk boek, dus dat is op zich toch... Ja, moet je alleen maar krantenverslagen geven of wat dan ook? Nee, maar... Kijk, ik vind hem wel een betrokken journalist, eerlijk gezegd. Ja, maar ik vind die betrokkenheid dus juist... juist irriterend. Maar jij zegt gekleurd en betrokken zijn toch twee verschillende dingen? Nee, maar bijvoorbeeld hij... dan zegt hij bijvoorbeeld, er komt een raket... Hier vlakbij is een raket ingeslagen bij een winkelcentrum. En nog niet bij het hotel. En dan zegt hij heel nadrukkelijk, nog niet. Alsof er ieder moment een raket op dat hotel kan vallen. En ja... Ik heb een beetje moeite met hoe hij schuilkelders inloopt, daar dan weer mensen uittrekt en dan vraagt hoe ze zich voelen. Nou ja, maar hij is een beetje wat hij is. Ja, maar is dat dan het criterium? Hij is daar nou, wel. Er zijn niet weinig mensen die daar zo op afgaan. Ja, er zijn niet zoveel oorlogsjournalisten op dit moment. Maar je vindt eigenlijk als je erheen gaat... Arnold Karskens er niet meer is. Dat, Nee, dat scheelt inderdaad. Ja. Oh, Arnold Karskens gaan we het zo meteen nog over hebben. Kunnen we dit hele thema nog behandelen? Maar jij vindt dus het aanwezig zijn al voldoende voor een plaats? Nee, maar nou ja, goed, daar hebben we het straks nog wel over. Dat is goed. Maar, ja. Ja, dat is niet echt de aard van een tv-programma. Als je van alles zegt, daar hebben we het straks nog wel. Maar dan zijn we al ongeveer de gasten. Ja, dat is waar. We hebben ook maar een beperkte tijd.